Je bent knettergek, man. Je bent knettergek. Ja. Nico, ik heb hier de aanmelding van Lindsay. Mm-hmm. Zij is 32 jaar. Zij is gastvrouw in een restaurant en zij wordt gestookt. Het zit hem niet zozeer in de heftigheid van de berichten, maar meer in de hoeveelheid. Ze heeft bijna 10.000 berichten gehad. 10.000 berichten? Ja, 10.000 berichten. Dat duurt nu al bijna een jaar. Ze trekt het ook niet veel langer. Dus daar moet echt nu wel wat aan gedaan worden. Zo. Wie heeft de relatie beëindigd? Komt nu binnen. Ja, is je dat nu aan het doen? Nu. En dat doet hij de hele tijd? Hele dagen door, van 's ochtends tot 's avonds. Dus ik sta ermee op, ik ga ermee naar bed. Ja. Weet je wat het is? Als mijn telefoon al gaat, dan gaat mijn hart al poef, zo de lucht in. Gewoon. Begin 2017 is Lindsay's relatie net uit. Om haar een beetje op te vrolijken, neemt haar beste vriendin Suzanne haar mee naar een restaurant van vrienden van haar. Daar ontmoet ze de vrolijke kok Richard. Ja, van het een komt het ander en dan ineens ga je met elkaar om. En dan kom je erachter dat je vlak bij elkaar woont, dat die kinderen bij elkaar op school zitten, want hij heeft ook 2 kinderen. En dat was gewoon leuk, dat was gewoon gezellig. Maar dan, op 12 april 2017, krijgt Lindsay een verontrustend berichtje binnen via Facebook van iemand met een wel heel bijzondere naam. Ene Harry Schaamlip. Hij schrijft: ga jij met Richard? Niet heel erg slim. Je bent de enige, denk je? Schattig. Je komt er vanzelf achter. Wat zei hij? Dat zijn vorige vriendinnetje ook werd lastiggevallen. En dat ik het gewoon moest blokkeren en verwijderen, want het was iemand die hem stalkte en hem kapot wilde maken. Als Lindsay's vriendin Suzanne daarna de contacten in haar telefoon synchroniseert met Facebook, doet ze een bizarre ontdekking. Ze is verbijsterd als ze ziet wiens telefoonnummer gekoppeld is aan het Facebook-account van Harry Schaamlip. Ik was echt in shock dat iemand die je leert kennen, dat die dat gewoon zou kunnen doen. Maar dat betekent dus dat je tijdens de relatie al gestolkt worden door de man waar je op dat moment een relatie mee had. Ja. Maar jij hebt hem geconfronteerd. Wat zegt hij hier zelf over? Dat hij het niet is. Dat hij gestalkt wordt. Door iemand die hem kapot wil maken. Maar hij heeft werkelijk waar geen idee wie het kan zijn. Hij weet het niet. Door te veranderen van telefoonnummer en haar social media te verwijderen, hoopt Lindsay van de stalker af te zijn. Maar vanaf dan richt de stalker zijn pijlen op haar beste vriendin. Dezelfde nep-accounts die Lindsay lastig vielen, sturen nu aanstootgevende berichten naar Suzanne en zelfs naar Suzanne's 17-jarige dochter. De berichten gaan over de vader van haar dochter, die een paar jaar terug is overleden. Wat stuurt hij over je overleden man? Ja, anders haal je vader er maar bij. Oh nee, hij is dood, hè? Haha, lol. Met grote tegenzin heractiveert Lindsay haar social media-accounts. Ze hoopt dat de stalker hierdoor haar omgeving verder met rust zal laten. Suzanne vertelt aan de nietsvermoedende compagnon van Richard dat Lindsay een nieuwe vriend heeft. Ene Bas. 2 dagen later gaat het via het al eerder gebruikte nep-account van Harlip alleen nog maar over Bas. Basje, met jou is het zo gezellig. Waar is Bas? Hallo, Basje? Lindsay heeft inmiddels aangifte gedaan tegen Richard. Maar de politie vond haar zaak niet ernstig genoeg. En Richard blijft gewoon ontkennen. Het is zondagnacht. Dit is wat er aan het gebeuren is. Hij blijft me bellen. Ik word echt hier helemaal gek van. 13 februari heb ik een pakketje ontvangen met een tasje met een beer erin, een rooster in en een bloem erin en een kaartje erbij. Gek op jou. Ik denk dat we toch nog één ding moeten gaan proberen. En dat is of we kunnen achterhalen hoe die beren en die roos zijn betaald. Hi, goedemiddag. Je spreekt met Lindsay. En dat rekeningnummer dat eindigt op 3491. Klopt dat? Ja, dat klopt. Lijkt me meer dan helder. Ja, het is echt niet te geloven. Ik ben echt benieuwd wat voor excuus hij nou weer gaat verzinnen. Richard. Hallo. Kan ik even met je praten? Jazeker. Zijn jullie gereden waar het over gaat? Ja, ik heb dit wel eens gezien. Ja, dit wel eens gezien. Ja. Waarom denk jij dat jij de ster van de show bent? Ik heb hier niet zo'n zin in. Honderden vrouwen. Hoe leg jij uit dat met jouw e-mailadres spullen worden besteld die de stalker gebruikt? Hoe kan dat? Ik heb geen idee, meneer. Nee. Hoe kan het zo zijn dat jouw telefoonnummer terug te vinden is in een stalkings-Facebook? Jouw eigen telefoonnummer. Hoe kan dat? Ik heb geen idee, meneer. Oh, je hebt ook nog geen idee. Nee. Hoe kan het zo zijn
dat de stalker foto's gebruikt die alleen jij kan hebben. Hm? Hoe kan dat? Omdat de stalker tegen mij zegt dat hij WhatsApp op mijn telefoon heeft gezegd. Ja, ja. Bestaat niet. Oké. Okay. Ja. Maar het is heel fijn dat jullie me nou zo op televisie zwart gaan lopen maken. Oh, zwart gaan lopen maken. Meneer, ik ben een hardwerkende man. Je bent een hardwerkende man. Absoluut. Je bent knettergek, man. Je bent knettergek. Ja. Nou, kom maar op met je bewijsmateriaal. Let op. Peter? Ja. Dat is de man van de politie. Chips. Ja. Je trilt helemaal, man. Ja, vind je het gek? Ja, omdat je erbij bent. Weet je hoe klaar ik hiermee ben? Ja. Weet je wie er nog meer klaar mee is? Hier. PayPal. Mijn PayPal is überhaupt... is gehackt. Ja. Nou, ik kan hem even net niet openen. Ja. Oh, ja. Wat mooi, hè. Dat is balen. Ik heb niet het idee dat ik iets bij hem heb losgemaakt. Ik hoop het wel, maar anders sta ik gewoon bij hem op de stoep. Ja. Heb je nog iets van hem gehoord? Nee, niks. Nee? Het is gewoon helemaal stil. Geen berichten meer, geen belletjes meer.